Hallo allemaal, mijn naam is Peter en dit is Motortest TV en we gaan weer een eerste indruk video maken. Ik mag deze week rijden, en ik ken hem nog niet uit mijn hoofd, rijden op de Triumph XCA 800 Tiger. Een echte, wat mij betreft, echte adventure bike, maar daar gaan we helemaal achter komen. En de XCA is de full option, dus alles erop en eraan, maar dat gaan we allemaal in de volle review zien. Bij deze... Ontzettend bedankt. Tot volgende week. En ik doe eventjes weer de helm dicht. Dan kunnen jullie met me meekijken. Dit is dus de XCA. Mooie kleurstelling. Ik vind het een mooie kleurstelling. Alles erop en eraan om een echte adventure te gaan beleven. Dus met dat grote voorwiel, die motorblokbescherming, die valbeugels erop. Uiteraard met een lekkere grote kofferzet erbij. Wat ligt hier vandoor je kat? Ja, dat is de audio. Dan horen jullie het zo meteen beter. Dus ja, we gaan het beleven. En wat jullie dus kunnen zien. En nu niet, maar daar zit een mooi full color TFT scherm. Komen we allemaal in de uitgebreide review op terug. Natuurlijk eerst eventjes, en dat is altijd prettig. Even de spiegeltjes goed zetten. Want dat heb je met een first ride. Bij Triumph moet je altijd de koppeling intrekken voordat je hem start. En dan komt hij tot leven. Dankjewel man. Tot volgende week. Doe ik. Nou, in z'n één. En daar gaan we. Natuurlijk even eerst een beetje de boel warm rijden. Nou, er komt wat wind bij, dus we doen de helm dicht. Het kleine broertje van de 1200. Maar hij voelt zeker niet als het kleine broertje. Hij voelt heel stabiel, heel lekker. Je merkt wel dat er een iets groter voorwiel op zit. Maar dat is juist wat je wil op deze. Omdat dit... Deze heeft echt een groot adventure gehalte. Zadel, ja, dit is ook omdat het de XCA is, heeft dat luxe zadel. Dus het zit meteen lekker breed stuur. Ja, hier word ik wel vrolijk van hoor. Hij staat nu nog in de rustige stand. En dat is ook prima om eerst even kennis te maken met de motor. En ondanks dat het een redelijke hoge motor is, heb ik niet het idee dat ik heel erg hoog zit. En met die lekkere beenruimte die ik nu al merk. Nou, we gaan eerst even hier de file in. Kunnen we gelijk kijken hoe die zich daarin gedraagt. Ik kom prima, dat is dan weer een mooi punt. Ik kom prima met mijn tenen aan de grond. Toch eventjes een klein beetje de voordelen van de motor accentueren. Nou, hij zit helemaal vol met knoppen. Ik zie zadelverwarming, mistlampen, groot licht, klein licht, handvatverwarming, cruise control, de motorknop. En daar weer de homeknop, start, stop, noodknop. Kijk, ja, dan wordt het wel lastig als we hier kapot gaan met een busje. En over kapot gaan gesproken, ik krijg het behoorlijk warm zo. Even invoegen. Dat zijn de vertrouwde knopjes zoals ik ze ken van Triumph. Goed gepositioneerd. Ja, die koppeling pakt heel fijn op. Ook weer in te stellen. En dat is wat mij betreft altijd Triumph. Alles is gelijk instelbaar, bewerkbaar. Kwaliteit. En dat merk je gelijk als je erop gaat zitten. We beginnen altijd zo'n eerste indruk video lekker met een beetje binnen doorrijden. Ja, super strak, hoe mooi geveerd is die. Een mooie kleur. Dus
spiegel zit er voor je gevoel heel dichtbij. Maar dat betekent als je ze goed afstelt, wat ik nog steeds even niet helemaal heb, dat je ze eigenlijk in je ooghoeken gelijk goed kunt zien. En ze, doordat ze dichtbij zitten en hoog zitten, gaan ze mooi om je heen en kun je het dus wel heel erg goed zien allemaal. Wat ik mij kan herinneren van de 12 honden die ik vorig jaar getest heb, dat die ook al deze dingen allemaal al had. En dat met name voor de XCA, dit model waar ik nu op zit, dat die dus voor 2019 ook is uitgerust met al die luxe snufjes. Eigenlijk wat je toen al wou, zit er nou op. Ja, en dan krijg je wat mij betreft een echte, dit is een echte adventure bike. Het is niet de hardcore adventure bike, het is geen enduro motor. Maar hier kom je, er zijn maar weinig paarden in de wereld die je tegen gaan houden met deze motor. En ik moet je zeggen dat ik vaak met zo'n grote ruit nog wel het idee heb dat ik wat herrie om mijn hoofd heb. En nou rij ik ook, nou ik rij 70. En ik zit uit de wind. En dat komt ook volgens mij een beetje door zo'n gleufje wat daarvoor in zit. Ik zit uit de wind en het is ook stil aan mijn hoofd. Deze ruit met de snelheden die ik nu tenminste gereden heb, heel erg goed. Die XCA heeft ook die stukjes aan de zijkant, waardoor je nog wat meer wind er langs heen krijgt. Heel comfortabel. Het is een hele comfortabele motor. De remmen die grijpen niet hard aan. Dus je moet, als je echt hard wil remmen, moet je ook goed doorknijpen. Dat betekent ook als je een klein beetje wil remmen, dat het ook heel makkelijk kan. Het is allemaal luxe en comfort waar dit op ingesteld is. Dat merk je eigenlijk aan alles. Nou, dan gaan we toch eens even een beetje kijken wat hij doet. Nou, met alle gemak van de wereld daar even lekker voorbij. Nou, dan krijgen we hier een mooie lange doordraaiende bocht. Hier rijdt 100 km per uur. Hij rijdt iets harder, denk ik. Ja, ik zeg twee vingers in de neus. Ja, cruise control staat nog aan. En mooi digitaal aangegeven wat de ingestelde snelheid is. En wat ze heel goed doen, is op het moment dat je het gas iets verder terugdrukt, dan gaat die al gelijk uit. Dus je hoeft niet te remmen om de cruise control uit te laten gaan. Je kunt gewoon het gas eigenlijk een beetje minder dan min. Omdat het natuurlijk hier gewoon een potmeter is. Dat is allemaal fly-by-wire zoals dat heet. Elektronisch gas. En dat, zo voelt het überhaupt niet. Maar doordat het dus op die manier is, werkt dat dus wel heel mooi. Zadelverwarming. Nou, het is warm genoeg. Ik laat het even uit. Handvatverwarming. Mooi hier zo in weggewerkt. Prachtig. Vering makkelijk instelbaar. Ja, je merkt wel, wat ik net ook zei, je merkt dat je een wat groter voorwiel hebt. Hij kantelt iets minder snel. Ja, dit is ook geen knietje aan de grond bochtenmachine. Daar is hij niet voor bedoeld. Dat grote wiel heb je namelijk wel voordeel aan op het moment dat je op oneffen ondergrond rijdt. Dan rolt het beter door. En dat is wat je wilt op een adventure bike. En wat zit hij lekker zeg. Ik denk dat je ook heel veel ruimte achterop hebt voor een passagier. Ik heb nu alleen de zijkoffers, maar er kan ook nog een topkoffer bij. Dus je kunt veel bagage meenemen. Versnellingsbak is heel fijn zeg. Heel duidelijk, geen klak, maar wel een heel duidelijk gevoel. Ja, die ging volgens mij nog door rood. Nou, jij hebt weer veel te hard. En heel gemakkelijk. Ja, heel mooi. Ik heb nog niet zoveel bochtjes gehad, dus het is even, daar moet je het even gaan voelen.
gaan we hier maar even dwars door Purmerend heen. Ja, het doet hier heel erg goed hoor. Heel makkelijk. Heel zeker. Zo in dit stadsverkeer. Stads tussen haakjes. Prima uit de voeten. Ja, je hebt natuurlijk wel lekker overzicht. Deze rijhoogte. En dan is de eerste indruk dat deze motor eigenlijk vanaf het moment dat je erop stapt gelijk je vriend is. En een vriend met high-tech voorzieningen. Een strakke uitstraling. En met de mogelijkheid om je de wereld rond te brengen. Hier een 12 volt aansluiting. Robuust standaard. Super gaaf. Ik zal nog even die lampjes aanzetten. Zo, hup. En hup. Nou, die doen het pas als de motor gestart is. Mooi die eigenwijze koplamp erin. Dubbele voorschijfremmen. Ja, een absolute topper. Ja, dit was dan de eerste indrukvideo van Motortest TV met de Triumph Tiger 800 XCA. Een hele fijne, direct vertrouwde, goede motor. Luxe, van alles voorzien. En ook al ingericht, dat is deze uitvoering om van de gebaande paden af te gaan. Ja, dus die eerste indruk is een topper. En we gaan hem wat verder aan de tand voelen deze week. En daar komen we bij jullie op terug. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Zet je duimpje onder de film. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dit was Motortest TV. Tot de volgende keer.